In deze aflevering gaan we het hebben over de Boksterse avondvierdaagse. En wij voelen ons heel veilig, want ook schuift aan een dame en die werkt bij de brandweer. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel, aangeschoven Pleunie van Rooij, Harry Schellekes en Ton van Eindhoven. Heb ik dat allemaal goed gezegd? Nee, dat heb ik goed gezegd, ja. Welkom. Dank je wel. Pleunie, beginnen bij jou. We hebben een primeur. Ja, klopt. Vertel. Nou, ik heb vandaag voor het eerst dit operationeel uniform aan, zoals dat heet. Landelijk uniform voor de medewerkers van de brandweer. En wij zijn een van de laatste regio's die dit krijgen. En ik heb dit vanavond dus voor het eerst aan. Oh, dan ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Het is wel modern, hè? Ja, het ziet er netjes uit. Ja, vind ik ook. Het is niet zo strak. Nee. Het is niet zo uniformig, maar toch wel. Toch netjes, wel. Ja, klopt. We zijn er heel erg blij mee. Ja, nou, gelukkig. Ja. Jij bent een van de bevelvoersters, of de enige waarschijnlijk, er is geen vrouwelijk woord van. Nee. Een van de bevelvoerders, ja, van de Boksterse brandweer. Klopt. Wat houdt het in? Dat houdt in dat als bevelvoerder heb je de leiding over een brandweereenheid, dus een tankautospuit in dit geval, met een bevelvoerder, een chauffeur en manschappen achterin. Soms twee, meestal vier. En dat is de eenheid waar jij leiding over geeft. Ja, dus daar ben je eigenlijk de baas over. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En vooral bij de brandweer werken vooral jongens, die toch een klein beetje pit hebben, hè, een klein beetje stoer zijn. En tegenwoordig moet het kunnen, vind ik, hè, een vrouw aan de leiding. Maar, zeker, ja. Ik ben een van de twee vrouwen in Boksel, ja. Er is nog een bevel. Maar ervaar je wel eens iets als ze denken van, hallo? Nee. Je moet er wel draagvlak voor hebben in de groep natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat iedereen daar zomaar... je moet lekker in de groep liggen, laat ik het zo zeggen. En ik zit er zelf inmiddels 25 jaar bij. 25 nou, jaar? Ja, sinds 2 jaar dus opleiding bevelvoerder gedaan. En, Hoe lang ben je nu bevelvoerder? 2 jaar. Oké. Okay. Ja, 2 jaar. En bevalt? Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja, ik zit even te denken in de praktijk... Wat dat inhoudt dan voor de mensen thuis? Jij zit thuis, je hebt natuurlijk zo'n... hoe heb je om... Een pager, ja. Ja. We hebben nou, ook dat is een primeur, we hebben net een nieuwe. Ik heb hem even netjes uitgezet. Een pager? Ja. Kan je even in beeld? Een pager, is de Engelse vertaling van... Pieper, pager, ja. Oké. Okay. Semafoon. En die, inderdaad, dan ben je thuis... je dingetje aan doen of boodschappen aan doen of net waar en dan gaat hij af en dan gaan we naar de kazerne. Ja, maar ga je daar aan wennen of je bent lekker aan het eten of? Ja, je went daar natuurlijk wel aan. Ik bedoel, in het begin is het allemaal, dan slaat je hart over natuurlijk als de ding afgaat en het went wel. Maar het blijft altijd wel een, want ja, je weet nooit waar je naartoe gaat. Ja. Ja, je leest het op, maar... er gebeuren altijd andere dingen bij, dus het is altijd spannend waar je naartoe gaat. Ja, het is eigenlijk een moderne versie van vroeger de piepers dan? Ja. Ja. Okay. Ja, ze zijn inderdaad, vroeger was het gewoon, kwam erop te staan, nou niet eens de melding waar je naartoe ging. Tegenwoordig komt er tekst in te staan, dus dan, zeker voor de bevelvoerders is dat fijn. Want dan kun je eigenlijk al een beetje voor gaan bereiden van wat je aan gaat treffen en hoe dat je eventueel dingen aan wil pakken. En we kunnen tegenwoordig voor het aangeven of we wel of niet kunnen. Dus stel dat er iets is dat je niet dat het niet uitkomt, dan kun je dat aangeven en dan is heel snel inzichtelijk of dat er genoeg mensen komen. En als dat niet is, dan wordt er doorgealarmeerd naar een andere groep. Oké, staat er ook de ernst van als er staat nou een kat in een boom, ja, hoef je nee, dat is dan een prio 2 melding. Ook, ja, dat staat erin. Prio 1, prio 2, ja, dat klopt. Prio 1, je hebt ook vrije dagen of zo. Dan gaat dat ding dan uit? Want als je een keer een wijntje drinkt of zo, of 3, hij of gaat 4. In principe niet uit. Tenminste, wij in Boksel hebben een vrijwillige brandweer. Dus inderdaad, we worden allemaal zo opgeroepen. En we hebben 2 groepen, de A-groep en de B-groep. En om de week heb je dan dienst. Oké, okay. Maar de B-groep is zelfs de A-groep. Die hebben dan een eigen bevelvoerder? Of? Ja, dus we hebben 28 mensen op het ogenblik, de postboksel. Nou, dat zijn 2 groepen, 2 keer 14 mensen. Er zitten in elke groep natuurlijk bevelvoerders en chauffeurs en manschappen. En je hebt om de week dienst.
En in die week ja, hou je er ook echt wel rekening mee natuurlijk. En mocht het zo zijn dat er toch te weinig mensen zijn, dat er het systeem aangeeft, we hebben geen TS-eenheid, dan alarmeert hij door. TS, wat staat er voor? Tankoutspuit, oh ja. Ja. Ja, de brandweer houdt heel erg van afkorten. Ja, dus, maar die zal ik wel meer gooien. Ja. En dan wordt er door naar de andere groep gealarmeerd. En het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld dat het er een groter incident is, dus dat er bijgealarmeerd wordt door nog een voertuig. En dan, ja, dat is allemaal voor het, dat werkt heel mooi voor. Dan ga je per se langs zo'n paal naar beneden waarschijnlijk. Nee, dat is niet meer. Oh, nee. Mag niet meer. Mag niet meer? Nee, dat was inderdaad voor de beroeps, in Den Bosch hebben wij een beroepsbrandweer. Die hebben nog wel, maar... Hebben die echt? Ja. Het was echt een grapje voor mij, maar... Nee, dus die is er nog wel, maar die mag... ja, dat is allemaal arbo en veiligheid en... Ja. Kunnen ze in paal dansen misschien? Ja, dat weet ik niet. Ze gebruiken hem niet meer zoals in de film, zeg maar. Ja. Mag ik iets vragen? Zeker. Jullie zitten ook aangesloten bij de 112 oproep, of niet? 112 oproep? Ja, dat is toch als je een gevaar hebt ergens, dat je dan 112 het eerste moet bellen. Ja. Dan en dat komt bij de meldkamer. Ja. En de meldkamer belt jullie meteen. Die piept ons op. Ja, maar is dat bij ieder ding of wordt er door de meldkamer een selectie gedaan? Ja, de meldkamer inderdaad, de centralisten, die zijn natuurlijk zo opgeleid dat die ook wel dingen afvangen inderdaad. Hè? Ja. Dat ze zeggen van nou, dit is meer iets voor... Bijvoorbeeld de politie of zo, of een kat in een boom, daar gaan wij niet meteen op rijden. Er wordt een advies gegeven van, die moet er zoveel uren in zitten, zoveel dagen. Nog even volhouden. Zet een bakje vlees onder, laat het met rust, weet je wel. Dus de meldkamer, die vangt heel veel meldingen af, die eigenlijk niet, waar wij niet voor opgepiept hoeven worden. Oké. Nee, maar jullie doen heel veel hulp, ondersteuning toch? Mm-hmm. Dus ik kan me eigenlijk voorstellen dat als er ergens voor gebeld wordt, dat de politie, de ziekenauto en de brandweer meteen uitrukken. Dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook. Ja, als er een melding is van bijvoorbeeld een ongeval, ja, dan gaat iedereen, tenminste als de slachtoffer bekneld zit, want anders hoeven wij niet te komen. Maar dan gaan wij rijden, politie en ambulance. En dat wordt allemaal van dezelfde meldkamer wordt dat aangestuurd. En is dat nog in een bos? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is in een bos. Ja. Ik las toevallig in de krant onlangs dat er een kat in de boom zat. Brandweer naartoe, een ladder uitgerukt, wil die kat pakken en die kat springt naar beneden. Nou, dat zie je vaak. Of ze gaan hoger in de boom. Ja. Je hebt toch een pak aan en daar kennen ze niet, dus daar worden ze bang van. Dus dan zijn ze expres. Begrijpelijk. Dan springen ze zo naar beneden. Ja. Over springen en lopen gesproken. De vierdaagse. Ja, lopen. Hoe was het? Druk? Heel druk. Het was de 52e aanvierdaagse. En... ja, jammer. Het had eigenlijk de 54ste moeten zijn, maar met coronatijd hebben we 2 jaar dus niet kunnen wandelen. En we zien de afgelopen jaren eigenlijk de deelnemersaantallen elke keer oplopen. Ja. Dus elk jaar komen er weer een paar honderd bij. Want hoeveel lopen nou zo'n beetje mee met de natte vinger? Nou, niet met de natte vinger meelopen. De afgelopen keer waren het dus ongeveer 1750 deelnemers. 1750? Ja. Terwijl er vorig jaar tegen de 1700, het jaar ervoor... tegen de 1500. Dus dat gaat elk jaar waarom, in de goede trend omhoog. Waarom is er zoveel interesse in het lopen van een avondvierdaagse? Nou, je moet rekenen eigenlijk, de grote bulk van de lopers, dat zijn de schooljeugd. Ja. Ze hebben hier nogal wat scholen. En die beginnen elke keer in de eerste groep te wandelen met 5 kilometer en maar verderop 10 kilometer. En dan ja, dus tegen elkaar aan. En het wordt ook wel gestimuleerd dus door de scholen en de ouders, denk ik. Want er komen steeds meer grote groepen van de scholen dan bij elkaar. Ja. En als je dan op zo'n schoolplein daar zo'n 1500 tot 1700 mensen ziet staan, dan is dat wel een prachtig gezicht om te zien. Ja. En er worden ook prijzen uitgedeeld. We hebben een kort filmpje, want ik ben er vorig jaar geweest. En daar heb ik ook wat interviews gedaan en zo. En daar zien we een klein stukje van. Was het leuk? Ja hoor. En was je nou zo leuk aan een avondvierdaagse lopen? De gezelligheid. Was je nou zo gezellig aan een avondvierdaagse? De muziek en lekker met vrienden en zo. Bij. Ja, en lekker kletsen. Ja? Nou, wat kletsen jullie dan over? Aha! Ja, gaan het niet vertellen. Over van alles. Ja, gewoon over van alles. Moet u niet vertellen? Nou, ik zou zeggen, loop door over de rode loper. Ja. Veel plezier. Oké, hier is het plek. Jullie gaan winnen. Peterson!
Ja. Ja, en die Petersschool die was heel blij, want inderdaad, we hebben elke school krijgt een beker. En als ze hem 3 keer op rij gewonnen hebben, dan mogen ze hem houden. Ja. En was te zien aan het gejoel, want ze hadden voor de 3e keer op rij hadden ze hem. Ja. Ja. Dus dan, ja, dat is wel leuk. Ja. Ik denk de avondvierdaagse de organisatie ook hangt of staat bij de aanwezigheid van de vrijwilligers. Uiteraard. We hebben gelukkig een grote groep. En de routecommissie die zit ongeveer rond de 10 personen. En daaromheen hebben we nog een groep van 15 tot 20 personen die meehelpen. En zeker met de avondvierdaagse zijn er nog andere factoren natuurlijk. Je krijgt verkeer. Maar de verkeersbrigadiers of de, hoe zeg ik, de mensen, die, dat is eigenlijk een andere groep. Je hebt de wandelaars, ja. en wij zorgen daarvoor. Maar wij kunnen niks kijken. En de politie die heeft voor het al jaren te weinig personeel, want die hielden vroeger een oogje in het zeil. Maar ja, dat is er ook niet meer bij. Okay. Dus wij moeten met verkeersregelaars en verkeersbrigadiers oplossen. Maar dat is een andere groep. Maar ook die groep helaas, die merken wij, die wordt steeds kleiner. Ja. En is toch voor de veiligheid van de kinderen. Heb je het eigenlijk wel nodig? Ja. En dan wordt er wel gevraagd aan de ouders of mensen ook van, jongens, hey, wie te bereid is om verkeersregelaar te worden. Het is niet zoveel werk, het hoeft ook niet zoveel. Je hoeft er geen opleiding voor te hebben, alleen eventjes. Ja, je moet wel een formulier invullen en ja. Je moet een kleine test. Maar dat is eigenlijk niet zo heel veel werk. Hand omhoog. De theorie, je moet een soort diploma halen. Okay. Maar dat is voor iedereen best wel te behappen, maar de mensen die willen heel graag iets doen, maar niet mee helpen. Nee. En naast jou zit Ton. En Ton, je hebt wel een aantal keren meegelopen. Ja, als het goed is, nou 41 keer. Hè? 41 keer? 41 keer, ja. En dan vraag ik aan jou, wat is er nou zo leuk? Had ik net aan die dame vroeg, wat is er nou zo leuk aan het meelopen van een avondvierdaagse? Nou, het is een klein beetje een uitdaging natuurlijk, want je moet 4 avonden moet het volhouden. Je bepaalt een afstand en ze hebben bij de avondvierdaagse van de Kuistampers hebben ze 7 kilometer of 10 kilometer. En dan loop ik natuurlijk 10 kilometer. Ja, dus. En er zit een hoop jeugd bij. Het is 5 en 10, hè? Oh, 5 en 10, sorry. 5 en 10 kilometer. Maar de jeugd die loopt mee en daar maak ik altijd wel een geintje mee, man. En dan probeer ik een beetje wedstrijd in te krijgen, dat ze beginnen te rennen, want ze willen eerder binnen zijn dan ik. Want ik loop vrij snel, ja? Mag ik zeggen. Tegen het snel wandelen aan of niet? Nou, nee, want snel wandelen, daar gaat toch wel echt hard door. Ja, maar echt hard. Je wandelt maar snel, ik wandel wel snel tegenover normaal wandelaar, zeg maar. Ja. Ja. En dan komt dat ik een verwend wandelaar ben. Ja, die komen uit jouw oude sigarendoos, zei je? Ja, die komen uit mijn sigarendoos, ja. Ja. En er zijn er dus een paar, want van de Nijmeegse Vierdaagse zit er geen eentje in. En ook niet van de 80, de kennen die. Ja, dat is mijn volgende vraag. Jij loopt dan ook waarschijnlijk meer Vierdaagses. De Nijmeegse ook? De Nijmeegse loop ik ook, die keer? Heb 25 keer gelopen. Zo. Nou, ja. Want dat is andere koek, hè? Hoe loop je dan? Dan loopt er dus 50 kilometer per dag. En dan loopt er 4 dagen, dus dat is 200 kilometer. Dat is goed uitgerekend, ja. Ja. En de Elfstedentocht heb ik ook gedaan, dus dat is ook wel een leuke uitdaging natuurlijk. Hè. En heb je wel eens dat je dacht van, ik ga het krijgen blaren of zo? Of? Ja, zonder blaren brengt het toch niet altijd af, nee. Want je hoeft maar een verkeerde sok aan te hebben, of het regent, hè, dan loopt er heel groot risico dat je blaren krijgt. Ja. Dus je kunt er niet altijd voor zijn. Nee. Maar op een bepaalde leeftijd mag je toch minder kilometers lopen? Ja, dat klopt. Maar bij de Nijmeegse Vierdaagse is het principe 50 kilometer per dag. Tot een bepaalde leeftijd. Dat is gewoon. En dan ga je naar de 40 en dan naar de 30 per dag. En die leeftijd is? 65, maar de 30 lopen. Boven de 65. Ja. Dus daar zit je al aan? Of? Ja, daar zit ik al aan, ja. Serieus? Nou, is niet om aan te zien, hè? Nee. Ja, dat weet ik niet. Het komt door vele lopen natuurlijk. Ja. Nou, ik denk wel dat het voor de gezondheid is om in beweging te blijven. Daar ben ik van overtuigd, ja. Ja, toch wel. Tony had het net over de Kennedy-mars. Ja. Dat klinkt ook heel bekend in mijn oren, maar help me nog eens even. Nou, het is dus zo, in Amerika hebben ze
bezwaren gemaakt tegen het werken van de ambtenaren. En toen heeft Kennedy, die heeft dat eigenlijk aan zich toegetrokken. En ik dacht van, ik zal jullie eens een lesje leren. En toen is hij gaan wandelen aan één stuk door, 80 kilometer. Dat had natuurlijk niemand verwacht. De evenement is overgewaaid naar Europa. En er is zomeren mee begonnen. Oh. En in zomer hebben ze toen de 80 ingevoerd. En dat is overgenomen door heel veel plaatsen in Nederland. Ja. En nou kunt er voor het, dat is de 80 van de Langstraat. Die is heel erg bekend hier in Brabant. Ja, daar doen meer dan 30.000 mensen mee, denk ik. Ja? Ja, en die loop je fluitend uit? Nou, die loop ik niet fluitend uit, nee. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. De pleunio, wordt er bij jullie wel eens gefloten? Gefloten? Ja. Ontspanning. Oh, ontspanning. Ja, bedoel je dat we met de avondvierdaagse meelopen? Of, Bijvoorbeeld? Nee. Dat doen wij als brandweer inderdaad niet. Nee. Zie je wel eens op televisie, Nijmeegse vierdaagse. Ja. Maar nee, doen wij niet. Maar als brandweer eigenlijk, als brandweer zijn we niet aanwezig bij de vierdaagse? Nee, wij niet. Er zijn wel posten die meelopen hoor, maar wij nog nooit gedaan. Nee. Kan het eens in de groep horen. Ja, je bedoelt ja, als ze de vierdaagse, ja, daar lopen ook soldaten mee. Ja, dus daar zou politie loopt mee. En agenten ook. Ja, en als bevelvoerder zou ik zeggen, jongens, jullie gaan het 10 kilometer doen met spuiten op je nek. Moet ik zelf ook mee, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja. Brandweer, werken bij de brandweer, ik denk dat ook wel bepaalde emoties met zich meebrengt. Je ziet soms dingen. Kun je er iets over zeggen? Want je, nou, wat is jou nou bijvoorbeeld het meeste bijgebleven in die 25 jaar? Ja, ik ga niet in details treden natuurlijk. Hè. Er zijn wel dingen die bijblijven. Dat zou ook niet goed zijn als dat niet zo was. Gelukkig zitten wij in een veilige omgeving om dat met elkaar te bespreken. Dat doen we ook. Was vroeger iets minder. Nou worden we vanuit de organisatie ook ondersteund. Kan als we dat willen. Maar we zijn een hechte groep, zeg maar. En als er iets gebeurt, dan is het ook mijn taak dan, als ik daar bevelvoerder ben. Om dat goed in de gaten te houden, om die mensen echt de kans te geven om erover te praten. En dat doen we ook. Dus, ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat dan op een gegeven moment, als je daar wil, professionele hulp wordt ingezet. Want het is niet niks natuurlijk. Nee, dan kunnen we er inderdaad aanvragen. En er zijn wat collega's in de organisatie. En die komen dan naar de kazerne toe om wat dingen te bespreken. Ja. Maar vaak lossen wij dat zelf onderling op. En dan, ja, want ik denk bijvoorbeeld aan de brand, hoe lang is het geleden? Een jaar of 18 denk ik. De bovenverdieping van de Café de Kom. Mm-hmm. Ja, dacht ik wel, ja. Ja, dat, ja. Ja, dat werk je toen al, was je toen in de Boksel? Ja, daar ben ik zelf niet actief bij geweest, want ik was toen zwanger, dus ik mocht niet mee uitrekken. Ja. Maar inderdaad, dat wel meegemaakt. En dat was inderdaad dat was wel een heel heftig voorbeeld natuurlijk. Maar dat was inderdaad wel naar de hand de opvang van de collega's die daar dus bij waren. Ja. Lijkt me toch wel. Dat is een extreem geval. Toch? Inderdaad. Ja. Ja, maar die maak je ook mee. Ja. Laat ik dan een andere vraag. Wat is het raarste wat je ooit mee hebt gemaakt? Het raarste? Jeetje, dan vraag je me wel. Ja, ik heb iemand onlangs, iemand van een bovenverdieping. Met een rare dingen. Je maakt dingen mee. Je treft mensen in soms in niet zo'n fijne situaties. Hè? Bijvoorbeeld, ja, daar willen we meer van weten. Ja, nou ja, ik bedoel, als iemand thuis de ambulance die kan ze niet naar beneden halen of zo. Of jij gaat daar hulp bieden. Mensen zijn gevallen, die kunnen niet meer zelf overeind. De ambulance heeft hulp nodig. Ja, dan tref je mensen gewoon in een voor hun geen fijne situatie. En die kun je dan helpen. Maar dat vind ik geen vreemde situaties, maar die, ja. Dus echt rare dingen, ik zou het zo niet op kunnen noemen. Maar nee, ja, jammer, ja. Misschien straks dat het wel binnenkomt, maar nee. Ja. Iemand met zijn tenen in het putje van het bad of zo? Of, Nee. Wel mensen opgesloten op de wc of dat soort dingen. Dan kunnen ze je niet in twee bellen. Dan ga je de deur openmaken. Maar ja, echt raar. Ja. Maar heb je dan echt wel eens meegemaakt dat je denkt, hallo, ik zit hier. Ja. En dan die man die gooit zijn wc op het slot. Of kinderen die er eigenlijk opsluiten die de deur niet meer open krijgen. Ja. Maar ja, nee, echt hele vreemde dingen, nee. Ja. Nee, gelukkig.
Maar dan als zoiets gebeurt, kunnen ze bellen. Hoe moet je, als je nou in een bepaalde situatie zit, denkt, ik heb de brandweer nodig. 112 of? Nee, 112 is spoednummer. We hebben dus ook een nummer van de brandweer, niet spoedeisend. Net als bijvoorbeeld de politie heeft dat ook. En daar kunnen mensen bellen en dan bellen ze bijvoorbeeld ook als er dadelijk bijvoorbeeld storm is of zo, dat soort dingen. Dus dat is geen spoed, maar je wil wel de brandweer hebben. Ja, inderdaad, nu met die regen, dingen leeg. Nou, dat is zo'n voorbeeld inderdaad. Ja. Ja. En dat doen wij dan ook wel, proberen we wel actief op bijvoorbeeld social media te adverteren van als er zoiets aankomt, een storm of zo, dan verwacht je dan van hé, wat kunnen mensen doen, wanneer moeten ze waar naartoe bellen? Ja, ik zit eigenlijk nog op een leuk verhaal te wachten. Mocht je iets te binnen schieten van nou, we hebben ooit een man 10 jaar geleden uit zijn slaapkamer, want die was te dik of zo. En die gleed toen van de ding af en... Nou, nee, gelukkig niet. Nee, ja, goed. Ja, oké. Okay. Ja. Knippen eruit. Nou. Dus. De Vierdaagse, is daar wel eens iets gebeurd in die 52 keer? Is er bij jullie wel eens iets bijgebleven dat je denkt, nou, leuke dingen? Ja, leuke dingen, die blijven vaak wel iets langer hangen. Als je nou op een gegeven moment op een zandweg kijkt... En toen heb ik iemand gevraagd, daar komt heel die meute aan. Ja. En die pad is ongeveer 6 tot 8 meter breed en 500 meter lang. En zie je alleen maar kopjes. Ja. Dus heb je ooit zo'n 700-800 kopjes gezien? Nou, ik wel. Ja. Nou, dat schitterend dan de zin. Ja. Ja. En kijk, er zijn natuurlijk, zeker met jeugd, een aantal regels. Hè? Niks vernielen, niet de natuur en alles. Maar de hoofdzaak van ons is wel zo. De jeugd die moet wel lol in hebben om te blijven wandelen. Als je die lol eraf had, dan is de rest ook niks meer. Ja, de jeugd is de toekomst. Dus ja. Maar ze moeten wel wel regeltjes volgen, maar ze moeten wel plezier inhouden. Ja. En dat merk je ook wel, ja. Ja. Zeker wat straks in een filmpje liet zien, dan interviewen, wat praten jullie over? Ja. Nou, die kinderen die kletsen gewoon heel de tijd hoor. Wandelen, die worden ook daar niet moe van. Ja. Maar het is wel dat is leuk om te zien. Die lopen de afstand 2 keer, zeg ik altijd. Ja, hoe bedoel je? Nou, die gastjes die redden naar een andere groep, hè, want dan kennen ze 1 of 2 kennen ze daarvan. En dan zijn ze verhaaltjes aan het vertellen en dan vliegen ze weer terug. Want dan moeten ze dan natuurlijk weer tegen hun eigen vriendjes vertellen hoe dat allemaal was. Ja, die dingen die gebeuren gewoon. En ze maken zelf competitie. Ja. Hè, dus dat is ook hartstikke keileuk. Ja. Ja. En ik zag vorig jaar ook heel veel invalide wagentjes, mensen die in een wagentje zaten en zo. Ja, we hebben dus een dag. Voor de rolstoelers hebben we een route uitgezet. En die volgen dan een groot gedeelte eigenlijk van een route van 4 kilometer ongeveer. Maar het grootste gedeelte lopen ze wel ook met de wandelaars mee. Alleen als de wandelaars op een gegeven moment de Sparrijk de bossen ingaan, ja, dan moet je dan met een rolstoel niet komen. En die blijven op de verharde weg. En dan op Molenwijkseweg komt die groep weer erbij en dan gaan ze weer mee. En zo lopen ze dan toch weer terug naar het startpunt. Is het een grote groep of wat voor mensen? Nee, ik heb toevallig mensen nog gesproken van bepaalde verpleeghuizen. En dan vroegen we, lopen jullie weer mee? Ze zeiden, helaas, wij hebben bijna geen vrijwilligers meer die rolstoelen willen duwen. Zo. Dus er gaan er misschien 2 mee, wat er eerst 15 of 20 waren. Nou, volgend jaar, ik zeg... Mensen geef je op, toch? Ja. Dat is toch geen moeite, je kan zelf een beetje lopen. Ja, maar schijnbaar de groep mensen die daar als vrijwilliger werkt, die zal waarschijnlijk ouder worden en zeggen, die kennen we ook. En zeggen, ja, wij kunnen dat niet meer. Maar er moet wel van onderaf dan wat jongere vrijwilligers komen die nog die rolstoelen willen duwen. Ja. Want voor mensen is het natuurlijk gewoon één keer per jaar gewoon een uitje. Toch? Ja. En dan is dat jammer als dat helemaal wegvalt. Ja, nou, daar moeten we even iets aan doen. Ja. Ik zou zeggen, pak een camera en doe een oproep. Ja, ja. Maar ik denk dat die camera jullie beter kunnen pakken. Er zijn meer op ingericht als wij. Waar moeten ze zich melden? Nou, ze kunnen er eigenlijk melden op de website. Of ze kunnen er eigenlijk op de mailadressen of telefoonnummers die op de papieren staan of op de aanmeldingsformulieren. Okay. Dat maakt niet uit. Dan is je in ieder geval altijd bij ons binnen de groep. Ik ga het dan even vragen aan de mensen. Ja, dat is mensen, prima. Ja. U hoort het, de avondvierdaagse heeft eigenlijk een tekort aan vrijwilligers. Eventjes gewoon de mensen in de rolstoel even duwen. Duwen is helemaal geen moeite, toch?
En je kan gaan naar de website, die staat hieronder in beeld. En volgend jaar gewoon van de partij zijn, toch? Ja, zou heel leuk zijn. Zou heel leuk zijn, ja. Want zeker. Die mensen vinden het hartstikke fijn. Ja. Ja. Allemaal. Ja. Ja. Pleunie, je ziet, de tijd gaat heel snel. Allerlei moderne technieken verandert natuurlijk bij de brandweer. Is ook heel veel veranderd de laatste jaren. Mm-hmm. Kun je er iets over vertellen? Wat er nou anders is dan 10 jaar geleden? Nou ja, je bedoelt meer naar de energietransitie toe. Hè? Bijvoorbeeld? Ja. Ja, inderdaad. Zonnepanelen, elektrische auto's, elektrische fietsen, stepjes, van alles. Er is inderdaad een extra risico geworden. Ja. Ja. En in principe wel bekend bij de mensen, hè, waar je vaak ziet telefoonladertjes die versleten zijn. Ja, of van geen, AliExpress. Geen originele laders gebruiken. Ja, dat zijn allemaal extra risico's. Ja. Ja. En als je die legt op je nachtkastje en dan heb je toch wel kans. Ja, in principe zegt iedereen nooit onbeheerd opladen en ook niet als je slaapt. En een fiets ook niet de accu binnen neerleggen aan de lader en dan naar bed gaan. Ja. Dus altijd onder toezicht. En, Ik heb ook begrepen, als een elektrische auto bijvoorbeeld in brand staat, dan heb je echt een probleem. Die kan je niet zomaar blussen. Nee, die accu's die hebben zoveel vermogen, zeg maar. En die krijg je gewoon niet uit. Dat duurt heel lang. Ja. Dan moet je echt bewijzen van, onderdompelen in een bak met water. Ja. En dan blijven ze daar nog wel dagen staan. Ja. Ja, en daar helpt een schuimblusser ook niet meer? Nee. Waarom niet? Nee. Ja, een schuimblusser die koelt niet echt, hè. Die dekt iets af. Dus die haalt de zuurstof, zeg maar, weg. Dus dat is eigenlijk de kracht van de blussing dan. Maar die koelt dan niet. Dus dat is echt... Je moet vuur koelen dan om het uit te krijgen van zo'n accu? Ja, de accu wel. Ja. Van de accu wel? Ja. Ja. Maar wordt er dan in de toekomst niet iets bedacht van, nou, we kunnen het niet met schuim doen, we kunnen het niet met water doen? Ja, dus ze zijn daar natuurlijk wel mee bezig, want het is wel een probleem voor de brandweer. Dus ze zijn daar wel mee bezig, ja. Om dat inderdaad te ontwikkelen. Maar ik dacht dat je met water, die elektrisch zou het niet mochten blussen. Mag dat wel? Ja, het zijn allemaal veiligheidssystemen, dus Oké. Ja. Ja. Maar als nu een elektrische auto in brand staat, dan... Ja, het ligt een beetje aan wat er brandt, hè. Als het accupakket betrokken is, dan hebben we een... probleem, dan moeten we echt wel. Maar het kan ook zomaar zijn dat het een gedeelte is waar de accu's niet bij zijn. Ja. Nou, dan is het een normale autobrand. Dus dan kunnen we die gewoon blussen. Dus het ligt er maar aan wat er brandt. Ja, maar als het er echt bij de accu zit en het ding staat er licht te laaien, kan je eigenlijk niks doen? Ja, nou ja, we kunnen de vlammen eraf halen met water. Maar het proces, zeg maar, dan ontstaat er een soort van kettingreactie in die accu. Dus de ene gaat en die steekt de andere aan. En zo gaat dat steeds verder. En die kunnen wij niet stoppen van buitenaf. Dus het is alleen de vlammen eraf halen en dan... Maar dan voel je wel een beetje machteloos als brandweer. Ja. Je staat er met een spuit en ding wel niet uit. Nee. Goed. Nou, dat kan dus overslaan en ja. Ja, daar zorg je dan natuurlijk voor, hè. Dat het sowieso niet over kan slaan naar een vuurtje of een andere voertuig of een woning. Je isoleert eigenlijk het brandend... Is er dan niet een tekortkoming eigenlijk van de ontwikkeling van die auto's? Maar daarom zijn ze daar nou mee bezig om iets te maken. Dat blijkt nou achteraf. Maar dat is heel vaak achteraf, ja. Ja, als je een auto maakt, wil je dat de auto verkocht wordt en de rest... We moeten toch aan veiligheid zijn. Ja, natuurlijk. Doen. Ja. Dus die test, zal ik maar zeggen, die is volgens mij niet uitgevoerd. Nee. Of wel? Je zou eigenlijk zeggen van tevoren, als zo'n ding zo lang brandt, niet op de markt. Toch? Ja, bijvoorbeeld. We hebben met die fiets in Nijmegen dan, hoe heet dat apparaat ook weer? Die driewieler, die ze helemaal afgekeurd hebben, dat was toch ook zoiets dergelijks, hè? Ja. Er was niet voldoende getest, of wel getest, maar eigenlijk niet goedkeuren, dat hebben ze toch gedaan. Ja. Zo zie ik dit nou ook met die elektrische auto's, want er zit een heel batterij in, hè? Ja. Van accu's. Ja, je hebt nou ook elektrische fietsen, en die fatbikes. Ja. 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 Ja, het gaat steeds verder. En ik weet niet hoe dat het daarmee gaat met die fietsen. Ja, als er accu's bij zijn, dan is het gewoon, dan moet je er gewoon verantwoordelijk mee omgaan en onder toezicht. Ja. De toekomst. We hebben het net over moderne apparatuur en nieuwe dingen. Hoe zit het bij de avondvierdaagse? Blijft het gewoon ouderwets voetje voor voetje? Lijkt me wel, ja. Ja, ik denk het wel. Kijk, je moet promoten, wandelen is gezond. Maar dan moet je niet met e-bikes of elektrische stepjes aankomen. Ja. Heb ik ook nog niet gezien. En ik denk ook als
mocht er toch wel die jeugd om aankomen zitten, nou zijn jullie aan het wandelen of gaan jullie met andere dingen doen, maar ik denk niet dat we dat meemaken. Nee. En er zijn ook regels voor, hè, wat wandelen is. Wat is wandelen? Je moet permanent contact hebben met de grond. In Nijmegen hebben ze snelwandelaars, hebben ze mee laten doen, maar dat bleek dus dat die momenten waren dat ze van de grond af waren, die zijn gedisqualificeerd. Oh. Ja. Maar ja, die lopen 20 km per uur bijna. Ja, die lopen al. Die lopen ontzettend hard, die mensen. Ja, ja. En dan wandelen ze zo snel dat ze af en toe eigenlijk, ja, al is maar 1 seconde zweven, daar komt op neer. Hè? Ja. Ja, ze hebben dus momenten dat ze dus echt met allebei de voeten van de grond af zijn. En dat mag niet. Zo. En dat mag niet. Dat is geen wandelen. Nee. Ja. Het is wat. Ja, maar de spelregels die moeten er ook zijn. Hè? Ja, natuurlijk. Wat we nou wel gedaan hebben, vorig jaar met die avondvierdaagse, er komen voor mensen met de fiets. Massa's fietsen. Elektrische fietsen, van die steps, met van die bakjes. Daar hebben ze daar staan te kijken. Er kwamen ook mensen vragen, is hier toezicht? Nee, er is nog geen toezicht. Er staat voor een vermogen aan fietsen. Ja. En daar hebben ze toch samen toch over na gaan denken. En nu is er elke avond waar fietsen staan, is permanent voor het toezicht. Bewaakt. Door vier personen, minimaal vier personen. En die wisselen elkaar af, dan of voor drie of vier, of voor het centrum vijf. Maar blijven we het continu bij die fietsen in de gaten houden. Straks zal het gebeuren dat er daar een aanhanger aan komt rijden en mensen komen terug en halen de fiets weg. Ja. En zeggen ja, wij geven wel aan, iedereen loopt op eigen risico, iedereen stalt de fiets op eigen risico. Maar we zijn niet beroerd als vereniging zijnde om dan ook te zorgen dat de toezicht, die hebben we, die mensen zijn beschikbaar. En die zetten we dit jaar ook in. Ja. Dus dat is voor degenen die denken dat ze dus, dingen kunnen doen zonder dat ze gezien worden, dat, dat gaat niet op. Als je dan meeloopt, ben je dan verzekerd of zo? Stel je breekt je enkel. Nee, iedereen loopt op eigen risico. Dat is met alle wandelingen eigenlijk zo. Want dan zou je dus een verzekering aan moeten sluiten. Dat is niet betaalbaar. Ja. Voor een vereniging niet. Dat gaat niet lukken. Ja. En gelukkig, joh, dit jaar is er weer niks gebeurd. Ook niet met de fietsen, maar dat toezicht is er en dat scheelt toch wel, ja. Ja. En Ton, hoeveel jaar nog? Hoeveel jaren? Nog. Hoor, dan mijnlijk nog 15 jaar, ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ja, 77. Nou, leuk. Sorry hoor, dat zou ik echt niet geven. Maar dat komt door het wandelen natuurlijk. Lopen, nou, ik denk dat wandelen gezond is. Daar ben ik van overtuigd gewoon. Ja. 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 Nee, en ja, je hebt ook altijd bij iedere tocht hè, wel dingetjes die je meemaakt die plezierig zijn. Bij de Nijmeegse Vierdaagse loopt hij in een Italiaan en dan loopt hij in een Oostenrijker en dan loopt hij in een militair en dan loopt hij in alle talen inmiddels natuurlijk. Ja, nee, zo waardig is het niet, maar ik ken wel een klein beetje Engels en een klein beetje Duits, dus ik kan mijn eigen best uitdrukken, zeg maar. Ja, en Pleunie, vooral jonge meiden zitten te kijken, denken, oh, dat wil ik ook. Nou, superleuk. Ja, we zijn nu op sterkte, maar ja goed, er gaat natuurlijk constant mensen weg en dus we hebben nieuwe mensen nodig. Dus als er mensen geïnteresseerd zijn, nou heel graag. We laten heel graag ons vak zien en we vertellen er graag over. Ja. Dus, want ik heb even op de website gekeken, maar vroeger als je jong was, ja, dan wilde de helft van de jongens, en nou hoop ik ook van de meiden, brandweerman of brandweervrouw worden. Maar toch heb ik gezien dat jullie mensen tekort komen. Ja. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, net als overal, hè, alle verenigingen, komen ook wij niet zo makkelijk meer aan nieuwe mensen. Dus we moeten echt actief gaan werven. Dus, wat is er dan leuk om bij de brandweer te zijn? Ja, gezellig onder elkaar. En je maakt, je leert een mooi vak. Er zit natuurlijk ook een opleiding aan vast. En ja, het is uitdagend. Het is gewoon echt uitdagend. En je helpt mensen, je maakt mensen blij. Ja, en er zijn ook wedstrijden, want vorig jaar was er een vaardigheidstoetsen noemen wij dat. Sorry? Vaardigheidstoetsen. Ja. Ja. Vroeger heette het wedstrijden, nu zijn het vaardigheidstoetsen. Ja, maakt niet uit. Maar inderdaad, dan vorig jaar hadden wij de landelijke finale in Boksel mogen organiseren. En ja, dus elk jaar gewoon, dan strijden we onderling, zeg maar. Begint regionaal en dan gaat het steeds verder in het land. En wat doe je dan? Wat noemen ze iets van een oefening? Dan zetten we een bepaald scenario uit. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we dan in die landelijke finale bij een bedrijf hadden we een ongeval geanceneerd. Dus iets met een heftruck, die had iets omgestoten, was iemand bekneld, gespiesd.
En een brandje erbij. En ja, van alles ga je dan anseneren. Wat doen we? Ja, spiezen iemand, een brandje hier en daar. En dan komt er een club en die gaat het oplossen. Ja, hartstikke goed. We zijn eigenlijk door de tijd heen. We kunnen nog wel een half uur doorpraten. De toekomst. Hoe zie je de toekomst? De toekomst, ja, het verandert constant. Hè. Net als nou wat we net over hadden over die accu's en zo. Er komen steeds meer hulpmiddelen voor ons natuurlijk. Hè. Digitale sensoren die we naar binnen kunnen gooien ergens, die van alles meten voor ons. Ben je nu aan het werk trouwens of niet? Kan je nu opgeroepen worden? Ik heb hem nou even uitgezet, maar ik zet hem dadelijk weer aan. En dan, had hem aan laten staan. Ja, spannend. Als je hem nou aanzet, wat krijg je dan? Krijg je dan iets te zien? Ik heb hem dus net nieuw, hè, dus ik heb hem nog niet eens aangezet. Ik hoef niet te zeggen wat je ziet, maar... Ik weet niet eens hoe ik hem... Oh ja, hier. Hij schrikt er al van. Dat was nog niet zo'n spannend piepje. Nou ja, dit staat er gewoon. Ja. Wat staat er? Ik heb niet... De datum en de tijd en de postbox. Er is niks gebeurd sinds wij hier... We hebben niks gemist. Nou ja, helemaal goed. Okay. Ja. De toekomst, jongens. Nou, zoals het er nu uitziet met groepen die we hebben... Ja, de gemiddelde leeftijd ligt boven de 70. Dus wij zullen een aantal jaren nog... Kunnen. Maar er... de ouderen van die groep die zullen op een gegeven moment afhaken. Kijk, het is eigenlijk niet zo zwaar, maar de 5 en de 7 of 10 kilometer, die gaan we allemaal uitpeilen. En dat is eigenlijk het grootste probleem waar we tegenaan lopen. Dan moet jij, heel die route hangen overal pijltjes op. Ja. Eerst weg linksaf, rechtsaf, linksaf. Dan overal pijltjes, dan gaan we bomen vastknopen op je fiets. En die moeten s'avonds ook weer afgehaald worden. Nou, als ze dan over de moderne tijd en toekomst, ontwikkelen een appje of zo, de mensen op hun lopen en kunnen ze, dat is een goed idee. Op de telefoon kunnen zien hoe ze moeten lopen. Hoef je niet meer uit te peilen. Ja. Nou, ik denk, misschien is dat de toekomst, maar dan zal iedereen zo'n apparaatje moeten hebben. En maar iedereen heeft een telefoon. Nee, mijn telefoon, daar is al, daar is, de Bond is daarmee bezig. Ja. Die hebben nu een alternatieve vierdaagse, zeg maar. Dan moet jij 's morgens vroeg inloggen, dan loop jij je route, die wordt helemaal door hun gecontroleerd. Ja, dat klopt, dan ben je thuis, zit 10 minuten binnen, krijg je piep. Nou, en dan staat daar precies welke route dat je hebt gelopen en of dat je aan de eis hebt voldaan. Klaar. Ja, krijg je ook een digitale medaille toegestuurd? digitaal, je krijgt wel de medaille thuisgestuurd, ja. Ja, maar de toekomst natuurlijk. Krijg je wel een digitale op telefoon een medaille. Nou, dat is niet zo interessant. Nee. We zijn door de tijd heen. Ja. Oké. Okay. En ik wens jou, Pleunie, alle succes en veel plezier en nog heel lang bij de brandweer en gezond. Dankjewel. En jullie ook. Ja. Lekker lopen. Ja. Dat is ook wel blij. Jullie nou voor mooi weer zorgen en dan hebben wij de route. Ja, dat is belangrijk. Wij zorgen ook volgend jaar voor mooi weer. Ja. Heel goed. Afgesproken. Okay. Ja. Dank je. Nou, de mensen bedank ik. En ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.